Animal Crossing New Horizons is uit. En mocht je de game net hebben gekocht of je bent van plan om hem te kopen, hebben wij alvast een paar tips voor je die het eilandleven een stuk makkelijker kunnen maken. Tip 1. Wees een beetje sociaal. Animal Crossing beloont je voor het aanhouden van een routine. Je krijgt door dagelijks in te loggen op de geldautomaat steeds meer Nook Miles. Je kunt iedere dag 4 nieuwe fossielen vinden en zo zijn er meer dagelijkse dingen. Het is belangrijk om elke dag even een praatje met alle eilandbewoners te maken. Oké, sommige eilandbewoners worden er een tikkeltje chagrijnig van als je te vaak met ze praat, maar als je minstens 1 keer per dag even je sociale plicht doet, levert je dat allerlei gratis dingen op, zoals medicijnen, recepten en andere cadeautjes. Vergeet trouwens ook niet om zelf cadeautjes terug te geven, want iedereen weet, beter een goede buur dan een verre vriend. Tip 2. Denk goed na over de locatie van je tent. Zorg voor een beetje ruimte om je tent heen als je die gaat plaatsen. Hoe gezellig het ook is om je tent tussen de bomen en naast de rivier te plaatsen, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee. Je tent wordt namelijk uiteindelijk vervangen voor een huis en die komt ook precies op die plek te staan. En je wilt natuurlijk wel voldoende ruimte rond je huis hebben voor een mooie tuin. Of een kruiwagen, een houten bord met een grasschildering of een noodaggregaat. Je kunt later in het spel je huis wel verplaatsen, maar dat kost je aardig wat klingels. Tip 3. Verzamel Nook Miles. Nook Miles zijn erg belangrijk, dus zorg ervoor dat je zoveel mogelijk dingen doet waar je ook Nook Miles mee kunt verdienen. En als je eenmaal je tent voor een huis hebt verruild, kun je ook gebruik maken van het Nook Miles Plus programma, waarmee je zelfs voor de meest simpele taken alweer miles krijgt. Je ziet ze bovenin de gewone Miles app staan. Je gaat er naartoe met de plusknop. Houd die taken in de gaten en voor je het weet, zwem je in de miles. Tip 4. Nook Miles uitgeven. Zet zo snel mogelijk 5000 miles opzij voor de orden op zakken stellen in de Nook pinautomaat. Hiermee krijg je namelijk meer ruimte in je zak, zodat je niet constant langs uilen en wasberen hoeft om je zakken te legen. Vergeet ook niet voor 800 miles de gereedschapsgordel te kopen. Daarmee kun je je net, schep, bijl en andere gereedschappen sneller vinden en selecteren. Tip 5. Zoek andere spelers en ruil fruit met ze. In je paspoort staat welk fruit er op je eiland groeit. Op ieder eiland verschilt dat namelijk. De een heeft appels, de ander perziken en zo zijn er meer varianten. Als jij een sinaasappeleiland hebt en je wil graag appels verbouwen, hoef je alleen maar een appel mee te nemen van een van je vrienden en die op je eiland te planten. Zo heb je binnen de kortste keren je eigen appelboom. Appeltje eitje. Oh, en als je naar een ander eiland gaat, zorg er dan voor dat je zoveel mogelijk ruimte in je zakken hebt, want daar kun je ook vruchten en andere zaken verzamelen die je op je eigen eiland niet kunt vinden. Tip 6. Verzamel ijzererts. Om een winkel te bouwen heb je 30 ijzererts nodig en dat kan best wel even pittig zijn om die te vinden. Maar je kunt elke steen vaker dan 1 keer raken om meer kans te hebben op dat felbegeerde ijzererts. Voordat je begint te slaan, maak eerst een gat achter je zodat je niet naar achteren stuitert van de terugslag en ram zo snel mogelijk op die A-knop om zoveel mogelijk uit de steen te halen. Want je hebt per steen maar beperkte tijd om te mijnen. Geen zorgen, want de volgende dag kun je gewoon weer nieuwe materialen uit de rotsen op je eiland halen. En ook hier geldt, als je een ticket hebt gekregen naar een ander eiland, vergeet dan ook niet daar ijzererts te verzamelen. Tip 7. Verkoop niet zomaar je onkruidzakjes. Voordat je het weet heb je zomaar 99 stukjes onkruid in je zakken. Die zou je natuurlijk allemaal kunnen verkopen aan Timmy, maar doe dat niet. Maak er juist parapluutjes van. Die leveren namelijk veel meer klingels op. Tip 8. Gebruik je opslag. Je kunt natuurlijk met elke vis die je vangt even naar Timmy rennen voor klingels, maar het is een beter idee om ze bij je te houden. Stop ze in je opslag en af en toe komen CJ en Flick langs om ze voor veel meer geld van je te kopen. En probeer ook eens 3 dezelfde vissen of insecten in de opslag te stoppen, want dan krijg je daar een leuk cadeautje voor. Tip 9. Eet je fruit. Ruil niet al je fruit in voor klingels, want als je elke keer dat je speelt even een stukje fruit in je mond schuift, word je veel sterker en kun je zonder moeite een hele boom op je schep nemen. En dat is veel handiger dan eerst een hele boom moeten laten groeien. Tip 10. De laatste tip is om niet direct overal bruggen aan te leggen wanneer je de mogelijkheid krijgt. Je kunt uiteindelijk namelijk zelf het landschap helemaal veranderen. Zo kun je rivieren helemaal droog leggen en zo heb je compleet geen bruggen meer nodig.
En dat waren 10 tips voor Animal Crossing New Horizons. Speel jij ook al? Zet dan even in de comments hoe je eilandje heet. Vond je dit een leuke video? Druk dan op de like-knop. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer je dan op ons kanaal. En druk op die klingel naast die knop om een notificatie te krijgen als we een nieuwe video hebben.